U laat werknemers op een stoel staan om een kuisproduct te halen? Waar is uw globaal preventieplan? Mijn waar? Ik heb die stevige stoelen, hè? Mag ik uw brandblussers eens zien, alstublieft? Dat zijn rooi, wat kun je daar nu aan zien? Ik wil graag zien of dat de vervaldatum nog niet voorbij is. Weet u, ik heb een tip voor u. Laten we eens beginnen met te zorgen dat volgend jaar uw brandblussers al in orde zijn. Dat is de eerste stap in uw jaaractieplan. Een orenkei is altijd doen. Altijd. Madame, deze wetten gelden voor alle ondernemingen, niet enkel voor de horeca. Ik hoop dat u dat begrijpt. Trouwens, op die documenten van u, hè, nog iets raars. U geeft als paritair comité 2630 op? Paritair comité? Nee, postcode. Postcode van hart, sorry. 2630. Oké, okay, ik zal het aanpassen. Oh, mannetjes. Allee, inspecteur, kijk eens buiten. Dat zie je hier zwart van het volk. Ik zit met een leeg terras en ik kan niet open doen omdat jij hier bent, sociaal inspectie, en omdat ik me bezig moet houden met meneer Prof. Ik heb er alle begrip voor, mevrouw. Ik heb er echt alle begrip voor. Maar hebt u enig idee wat of dat u dat op dit moment in totaal kost? Ja, we hebben eerst inspectie RSZ gehad. 1800 euro. We hebben de FOD RVA gehad, 150 euro. We hebben TSW gehad, 150 euro. We hebben een gewone sociale inspectie gehad per inbreuk, 1800 euro. En we hebben toezicht welzijn op het werk. Gelukkig had u geen ongeval, dus kost u dat maar 300 euro. Dat betekent dat u op dit moment zit aan deze kleine controle van nog geen kwartier, op 7800 euro minimaal. Met een mogelijkheid voor een maximale uitbreiding voor enkel deze inbreuken naar 78.000 euro. Maar dat kan ik hier niet betalen. Ja, u kan hier altijd een afbetalingsplan voor aanvragen. Zouden we misschien iets kunnen doen? Mevrouw, dit heb ik gewoon even niet gehoord. Dit is omkoping van een inspecteur in dienst, van een ambtenaar in functie.